Elke ochtend als wij bij ons kantoor komen, wat u achter ons ziet, zien wij allerlei uitwerpselen van beesten liggen voor onze heg en onze voordeur. En dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling van een net erf. Ja, wat is uw oplossing? Nou, oplossing is het niet. Ik probeer alleen via een ludieke manier de lokale bewoners erop te wijzen dat dit geen kattenbak is. Dan wel hondenbak, maar die bestaat niet echt natuurlijk. Hoe kwamen jullie idee om vlaggetjes in het strand te steken? Ja, ik denk we moeten die eigenaar even te vertellen hoe het zit. Ja, hoe weet ik nou wie het is? Er staat geen kentekenplaat op zo'n hond. En we filmen het ook nog niet, zeg ik erbij. Dus we weten niet wie het zijn. Dus we denken, nou, die komen vanzelf weer terug. Want die honden moeten elke dag schijten. Dus dan zien ze het vlaggetje vanzelf wel. Dit is natuurlijk ergernis nummer 2 in Nederland. Na het hardrijden is hondenpoep de tweede. En ik denk dat Nederland massaal wel vlaggetjes kan steken in hondenpoep. Om vooral hondenbezitters erop te wijzen dat dit niet de manier is. De meeste hondenbezitters lopen natuurlijk dezelfde route elke dag. Dus die komen die vlaggetjes echt wel tegen in de hoop van gisteren. En dan hebben wij de hoop dat de hoop van morgen er niet is.